De afgelopen maand heb ik goed nagedacht over mijn aandelenportefeuille. Welke aandelen heb ik nu? Welke zou ik eventueel willen houden? Of juist welke zou ik willen verkopen? En uiteindelijk ook, zijn er nog aandelen die ik zou willen kopen? Nou, dat zijn dingen die ik in deze video wil gaan behandelen. Dus we gaan een beetje kijken naar welke aandelen heb ik verkocht. Welke zitten er op dit moment nog in mijn portefeuille? En vooral ook, waarom heb ik deze nog gehouden? En zijn er misschien nog aankopen die ik wellicht de komende tijd nog ga doen? Dat soort informatie ga ik in deze video behandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Vandaag gaan we dus kijken naar mijn aandelenportefeuille. Het is onder andere omdat er wijzigingen zijn plaatsgevonden natuurlijk. Maar ik hoor ook regelmatig van jullie opmerkingen of vragen daarover van ik zag dat je dit in je portefeuille hebt. Waarom is dat? Of welke aandelen heb je in je portefeuille? Nou, regelmatig maak ik screenshots van hoe het op die dag gaat. Dan zie je ook welke aandelen ik heb. En die screenshots plaats ik dan op mijn Instagram. Ik zal hem hieronder even plaatsen. @eenpassiefinkomen. Dus daar kun je alles volgen. En voordat we naar mijn portefeuille gaan, wil ik even een paar dingen van tevoren zeggen. Op dit moment heb ik iets meer dan 85.000 euro in bank en beleggingsrekeningen zitten. Dat is opgebouwd uit 15.000 euro op bankrekeningen. 7.500 euro zit in cryptocurrencies en 62.500 euro zitten in aandelen. Bij die laatste categorie aandelen dus, daar gaan we ons vandaag op richten. En van die 62.500 zit dan weer 40.000 euro belegd bij de Giro. En juist het gedeelte bij de Giro, daar gaan we ons vandaag op richten, omdat dat de losse specifieke aandelen zijn waar ik bereid ben wat meer risico te nemen. Dus besef je goed bij het kijken van deze video dat dit niet alles is wat ik heb. Dat zeg ik niet om op te scheppen, maar dat zeg ik eigenlijk vooral om duidelijk te maken dat ik op dit gedeelte wat meer risico wil nemen en dat ik op andere plaatsen dus zekerheden heb ingebouwd. Bijvoorbeeld door een buffer op te bouwen, genoeg geld op de spaarrekening, ook beleggingen gewoon laten beleggen, bink forward voor de lange termijn. En dat dit dus juist het gedeelte is waar ik wat meer risico kan nemen, wat meer risico wil nemen. En wat ik dus heb aan aandelen of wat ik interessant vind, dat kan misschien interessant zijn voor jou, maar neem het dan niet aan als aankoopadvies, omdat mijn situatie dus anders is dan die van jou. Maar dat gezegd hebben, laten we gaan kijken naar wat ik de laatste tijd heb verkocht. En dat is eigenlijk iets wat ik niet zo heel vaak doe, verkopen. Het is vaak ook lastig, vooral omdat ik eigenlijk op de lange termijn richt. Dus op het moment dat ik aandelen koop, denk ik goed na over wat ik er van dit moment van vind, maar ook zeker waarom ik ze nu zou willen kopen en wat ik de komende 5 of 10 jaar misschien er wel van verwacht. Maar af en toe zijn er momenten dat je denkt van, ik ga een keer mijn portefeuille bekijken. Zijn de verhoudingen nog juist? Zitten de aandelen die ik nu heb, ben ik nog steeds zo van overtuigd als op het moment dat ik ze kocht? Of is het misschien nu beter om ze misschien niet meer bij te kopen of misschien juist te verkopen? En laten we dan ook van degene die ik heb verkocht even kort gaan kijken wat de reden daarachter is. Te beginnen met het aandeel Visa. Dat is een bedrijf dat ik al, denk ik, 2 jaar geleden gekocht heb. Ik had 3 aandelen op dat moment gekocht tegen een koers van $135. En op dit moment heb ik ze dus verkocht met een winst van ongeveer 40%. Dus dat is op zich wel leuk. Een goede winst natuurlijk, procentueel gezien. Alleen het was natuurlijk geen grote positie. Het was een paar honderd euro, maar toch meer leuk meegenomen. Het is ook zeker wel een aandeel wat ik nog steeds in geloof. Alleen op een of andere manier kocht ik eigenlijk nooit aandelen bij en bleef ik altijd op deze 3 zitten. Misschien juist omdat ik vaak andere aandelen interessanter vond. Dus ik heb over dit aandeel goed nagedacht. Ik zie zeker nog wel dat ze genoeg winst maken. Dat het ook in de toekomst genoeg winst gemaakt zal worden. Misschien het komende kwartaal vanwege de crisis. Dat er wat minder creditcardbetalingen zijn geweest omdat winkels gesloten zijn. Dat je dan misschien nog een beetje een dip krijgt bij dit aandeel. Misschien zat ik het op de lange termijn ook nog wel weer koop. Alleen op dit moment heb ik besloten, omdat ik maar 3 aandelen had en omdat ik eigenlijk ook niet de korte termijn per se iets bij wilde kopen, is het eigenlijk zo'n kleine positie dat ik heb gekozen om ze te verkopen om wat meer overzicht te krijgen, dat ik wat minder posities heb en dat ik alles makkelijker bij kan houden van wat ik wel heb. De volgende verkoop die ik heb gedaan was de Van Eck Real Estate ETF, of eigenlijk de REIT. Deze heb ik verkocht met een verlies van bijna 30%. Ik had 12 aandelen die op dat moment nog €365 waard waren. Ik ben er een goed jaar geleden mee begonnen, juist omdat ik wat meer in vastgoed wilde investeren. Dan is dit een heel uitgebreide ETF daarin eigenlijk. Ze zitten in winkelvastgoed, in woning, heel veel andere dingen. Dus je had meteen heel veel spreiding. Alleen op dit moment denk ik weer anders over vastgoed na. En is het dus iets wat ik niet per se nu in mijn portefeuille wil hebben zitten. Ik heb juist andere aandelen, andere ETF's gevonden die zich
op een bepaalde sector binnen vastgoed richten. En daar leg ik nu mijn focus op. Maar meer over die posities iets later in de video, daar leg ik nog meer over uit. Nu hier zit het natuurlijk ook heel veel in over kantoren, winkels. En ik denk juist dat door deze crisis op dit moment ook daar heel veel veranderingen plaatsvinden. Veel meer online. Ja, online e-commerce, zeg maar, die wordt heel snel veel groter. En ook het werk op kantoor, dat zal zeker niet toenemen de komende tijd. Heel veel mensen zijn gewend geraakt om thuis te werken. Je ziet dat bedrijven zelfs daar al op inspelen en zeggen, vooral in Amerika, de techbedrijven, blijf dit jaar maar thuis als je je niet comfortabel voelt. Of blijf zelfs tot eind volgend jaar maar thuis. En ook omdat alles toch gewoon doorgaat, is denk ik dat een groot gedeelte van de mensen zal dit als het nieuwe normaal ervaren. En ook de mogelijkheid krijgen om vaker thuis te werken, volledig thuis te werken. En dat heeft natuurlijk impact op vastgoed. En tenslotte heb ik nog twee aandelen verkocht en die pak ik even samen. Dat zijn Apple en Microsoft. Van beide van deze bedrijven had ik 5 aandelen. Voor Apple was dat uiteindelijk verkocht voor iets meer dan €1400. Daar stond ik dan 62% in de plus. Microsoft verkocht ik voor €824. En daar had ik 27% rendement gemaakt. Twee hele grote bedrijven, zeker ook wat betreft beurswaarde, horen ze allebei in de top 5 ter wereld. Alleen ik denk dat een beetje de groei daardoor natuurlijk ook uitgaat. Het zijn niet bedrijven die de komende jaren 30-50% kunnen groeien. Dat heeft er ten eerste mee te maken, omdat ze al zo groot zijn, is natuurlijk de groei, ja, procentueel gezien gewoon heel erg lastig. Aan de andere kant bestaat steeds meer het risico dat ze misschien in de toekomst wel opgesplitst worden. Ik denk niet dat dat per se voor Apple of Microsoft in het begin zal zijn. Het bedrijf wat er eerder mee te maken zal hebben is Amazon. Ook Jeff Bezos heeft dat al vaker gezegd van, wat denk je van Amazon over 20 jaar? En dan zegt hij, ja, ik denk niet meer dat het bestaat. In ieder geval niet in de vorm zoals het nu is. Omdat het gewoon veel te groot wordt. Het heeft een te grote impact op de markt. Op zich geen reden om het nu al te verkopen. Alleen het waren misschien ook aandelen die ik een beetje aanhield voor dividend. Alleen ook met deze bedrijven. Ik had eigenlijk nooit het juiste moment om bij te kopen. Dus mijn positie werd niet groter. En op een gegeven moment moet je dan denken, heeft 5 aandelen dan echt zin? Het zorgt een beetje voor minder overzicht in mijn overzicht. Dus ja, uiteindelijk daarom besloten toch maar te verkopen en het geld te gebruiken om misschien aandelen in de toekomst te kopen waar meer groeiverwachting in zit. Dus even kort samengevat de beweegredenen waarom ik deze verkoop heb gedaan. Voor een groot gedeelte is het eigenlijk zo dat de aandelen nog steeds interessant zijn. Zeker wanneer je de aandelen al in bezit had. Ik wil niet zeggen dat je ze per se bij had willen kopen, maar de bedrijven op zich waren gewoon interessant. Alleen het geval van Van Eck, de real estate, dat is een sector waar ik, ja, ik stond al in de min en ik denk ook niet dat dat heel snel gaat herstellen. Ik zie het in ieder geval minder positief in voor die ETF, omdat er eigenlijk te veel spreiding in vastgoed zit en ik juist, ja, zoals gezegd, specifieke sectoren binnen vastgoed graag in zou willen investeren. Het speelt ook mee dat ik denk dat de markt te hoog gewaardeerd is. Als we gaan kijken welke impact de crisis op de economie heeft, is dat gewoon heel erg groot. Terwijl we dat eigenlijk niet terug zien komen in de beurskoersen, heeft er onder andere mee te maken dat een paar grote bedrijven zoals Amazon, Apple, Microsoft kunnen profiteren. En ja, aangezien die zo groot zijn op de beurs, trekken die de beurs eigenlijk omhoog en heb je een beetje een vertekend beeld. Nou is dat op zich geen reden om te verkopen, juist omdat ik me toch op de lange termijn richt. Maar het heeft wel meegespeeld in mijn beslissing om te verkopen. Wat uiteindelijk vooral belangrijke beslissingen waren is, ik stond al in de plus op deze aandelen, dus ik wilde uiteindelijk rendement pakken. Ik wilde niet per se met verlies verkopen. Ik kreeg op deze manier ook wat meer overzicht. Ik had wat minder posities bij de Giro en heb ik dus, ja, kan ik de posities die ik heb beter blijven volgen. Ik hoef niet alles meer bij te houden. Dat maakt het eigenlijk wel interessant voor mij. En ik wil me ook eigenlijk wel een beetje gaan richten juist op een paar extra positie bijnemen in plaats van deze. En dan specifiek ook gaan kiezen voor bedrijven die de komende jaren ervoor kunnen zorgen dat er een heel erg grote verandering plaatsvindt. Je hebt daar wat meer risico, maar je hebt ook wat hoger rendement. En daar wil ik me eigenlijk een beetje op gaan focussen. Ik merk ook dat ik vaak heel erg interessant vind om dit soort dingen uit te zoeken, te volgen. Kijken waar ik in geloof. Kijken welke bedrijven daarbij passen en daar dus eigenlijk een aankoop op te baseren. En over aankopen gesproken, welke aandelen heb ik dan juist gekocht de laatste tijd? Nou, vooral zijn dat eigenlijk 2 ETF's. Ten eerste is dat Vanguard All World, het VWRL fonds. Daar heb ik 8 stuks bij gekocht. En het volgende fonds was Vanguard S&P 500, oftewel VUSA. Daar heb ik 3 aandelen bij gekocht. Het lijkt erop alsof ik ze hier in 2 transacties heb gedaan. Maar ik heb dat natuurlijk in 1 transactie gedaan vanwege, ja, het feit dat die in de kernselectie van de Giro zit. Dus ik kan hem 1 keer per maand kosteloos kopen of verkopen. En wil je nou meer informatie over de kernselectie of jezelf aanmelden bij de Giro? Alle links daarvoor vind je trouwens onder deze video terug. En op deze manier heb ik dan €750 weer in ETF's gestopt. Grote spreiding eigenlijk.
En de ene is natuurlijk de Amerikaanse S&P 500 beurs. VWRL gaat over de hele wereld. Ik vond eigenlijk dat ik te weinig van deze aandelen in bezit had. In ieder geval procentueel gezien ten opzichte van de rest. Ik wil dus zeker voor wat spreiding zorgen. Ook zeker nu tijdens deze crisis. En ook deze aandelen zijn misschien wat te hoog gewaardeerd. Maar ja, het zijn wel aankopen die ik heb gedaan voor de komende 20, 30 jaar. Dus dan is het op zich niet zo erg. Dan koop ik gewoon elke maand bij. En ook dat is een reden dat ik dit heb gedaan. Ik heb mijn bedrag wat ik maandelijks via BinkForward inleg verlaagd van 300 naar 100. Om juist ook zelf wat meer van dit soort ETF's bij te kopen. Dus daar is dit de eerste stap van. En voordat we gaan kijken naar de aandelen die ik op dit moment nog heb, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal dat meer mensen deze video te zien krijgen. Wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen. En dan gaan we nu kijken naar mijn portefeuille bij de Giro. En dat begint met de eerste positie. En dat is Adifica. Van Adifica heb ik 25 aandelen met een waarde van ongeveer 2300 euro. En Adifica is een bedrijf dat eigenlijk in zorgvastgoed investeert. Panden heeft daarin. Dus het is eigenlijk wel vastgoed waar ik me dus op wil focussen. En zorgvastgoed is in ieder geval iets, een sector waar ik wat betreft vastgoed wel in geloof. Het is ook best wel crisisproof eigenlijk. Het heeft natuurlijk wel een beetje te lijden onder de crisis. Zeker in het geval van dit. Maar er zal altijd vraag blijven naar dit soort zorgvastgoed. Juist ook wanneer de komende jaren de vergrijzing toeneemt. Dat steeds meer mensen in zo'n verzorgingshuis komen zitten. Dus de toekomst van Adifica ziet er goed uit. Ik heb op dit moment 25 aandelen van Adifica. En ik ben van plan om de zoveel maanden eigenlijk 5 aandelen bij te kopen om mijn positie dus uit te breiden. Komen aan bij Alphen. Daar heb ik 100 aandelen die in totaal 2700 euro waard zijn. En Alphen is een Nederlands bedrijf wat zich eigenlijk richt om alles rondom de energietransitie. Dus dan kun je denken aan laadpalen, opslag van energie, de smart grid, transformatorstations en nog veel meer. Het is eigenlijk een klein bedrijf, een klein Nederlands bedrijf, maar wel enorme groei maakt het mee. Als je kijkt naar de laatste kwartaalcijfers, dan groeien ze 40-50% geloof ik ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus er zit enorm veel groei in, maar het is nog wel een kleine speler. Ik geloof wel dat ze volop kunnen profiteren. Ze hebben best wel wat contracten al afgesloten en ik denk ook in de toekomst dat het goed gaat. Ze hebben op dit moment trouwens ook bijna geen last van de crisis, dat is ook wel weer een pluspunt. En ook dit is dus een aandeel dat ik heb gehouden, juist omdat ik natuurlijk in de energietransitie geloof en dat ik daar kansen zie liggen. Maar ook voor dit bedrijf dat ik af en toe zeker wel positie uit zal breiden met af en toe wat aankopen. Komen aan bij Basic Fit, daar heb ik 80 aandelen die op dit moment 1450 euro waard zijn. En het is ook wel een beetje een spannend aandeel op dit moment. Het is vooral afwachten van wanneer krijgen clubs weer het groene licht om open te gaan, want daar hangt natuurlijk heel erg veel van af. Voor de crisis was dit aandeel ongeveer 30 euro waard. Toen heb ik het al een keer behandeld in interessante aandelen, dat ik het een interessant aandeel vond. Er zat behoorlijk wat groei in het aandeel. De toekomst zag er goed uit. Telkens als een club geopend werd, werd die eigenlijk in 3 jaar tijd terugverdiend. Ze wilden nog volop uitbreiden, richting Spanje, in Frankrijk zelfs nog uitbreiden. Dus ik geloof er eigenlijk wel in. Nu hebben we dus te maken met een flinke dip, is het aandeel eigenlijk gehalveerd. Maar we zien nog wel dat er redelijk wat koersdoelen nog steeds rond die 30 euro, misschien iets daaronder staan. Maar aangezien het aandeel nu ergens rond de 15, 16 euro is, zit er zeker nog wel wat groei in. Ook bij dit aandeel zou ik uiteindelijk nog wel iets bij willen kopen. Ik denk 20 aandelen, zodat ik op een mooi ronde getal van 100 uitkom. Maar ik wacht nog even met het groene licht. Ja, het is een beetje eens afwachten. Gaan ze pas 1 september open of mogen ze misschien al eerder open gaan? En daar, op basis daarvan doe ik dan de laatste 20 aandelen en dan hou ik er het eigenlijk ook voor gezien. Dan denk ik dat ik een mooie positie heb in dit aandeel met 100 aandelen. En afhankelijk van hoe het dan het jaar erop eigenlijk gaat, misschien dat ik dan wel weer bij ga kopen. Kom ik aan bij Beyond Meat, een bedrijf waar ik 5 aandelen heb, wat op dit moment 625 euro waard is. Het is eigenlijk nog het enige bedrijf waar ik een kleine positie in heb, zowel in het aantal aandelen, 5 stuks, als in de waarde, 600 euro. En het is ook iets waar ik wel over heb gedacht van, zal ik het verkopen? Het heeft heel lange tijd in de min gestaan. Het kwam eigenlijk meteen al omdat de dag dat ik het kocht, de dag daarop, ging het aandeel geloof ik 25% onderuit. En blijkbaar was dat de dag dat insiders, eigenlijk de mensen die al lange tijd aandelen hadden tijdens de start-up, zeg maar, dat die op die dag zijn aandelen mochten verkopen. Dat werd ook volop gedaan. En ja, aangezien natuurlijk het aanbod veel groter was misschien dan de vraag,
ging de prijs natuurlijk flink naar beneden. Dus lange tijd heb ik nodig gehad om te herstellen. Inmiddels staan we dus zo'n 36% in de plus. En heb ik toch besloten om het aandeel nog even te houden. Het is natuurlijk wel een kleine positie. Dus dat maakt het misschien wat iets makkelijker om het te houden. En ik ben nog een beetje onderzoek aan het doen wat ik van dit bedrijf vind. Het is laatst heel erg hard gestegen toen bekend werd dat ze richting China gingen met hun producten. Zelf hoor je wel iets vaker al dat er meer concurrentie is. Dat misschien die concurrentie ook betere of lekkerdere producten maakt. Dus dat moet ik nog een beetje onderzoeken om te beslissen van... ga ik nog mijn positie uitbreiden in dit bedrijf? Of verkoop ik mijn 5 aandelen en richt ik misschien op een ander soort bedrijf? Komen we aan bij Facebook. Daar heb ik 12 aandelen van die op dit moment 2600 euro waard zijn. En het is zo'n bedrijf wat we allemaal een beetje eng vinden. Rondom privacy, die schandalen af en toe. En tegelijkertijd gebruiken we heel veel van hun producten. Zelf gebruik ik Facebook dan niet persoonlijk. Wel weer voor onze pagina van een passief inkomen. Maar ook zeker Instagram een onderdeel of WhatsApp een onderdeel van Facebook maak ik toch gewoon gebruik van. En ik heb het gewoon als aandeel omdat het heel erg interessant is. Ze maken grote winsten. Vooral, het is gebaseerd op advertentieinkomsten natuurlijk. Dus ze hebben nu wel een ene kant de klap te pakken gehad. Aan de andere kant staat het aandeel nu op all-time high. En op dit moment wordt het meeste verdiend aan Amerikaanse gebruikers. Omdat het dus op advertenties gebaseerd is. Maar ook de rest van de wereld groeit inmiddels richting wat Amerikanen op dat moment toen eigenlijk waard waren voor het platform. Dus er zit eigenlijk nog best wel veel groei in. En ik denk ook dat zeker in de toekomst het aandeel of de winst eigenlijk toe zal nemen. En dit was dan ook een aandeel dat ik eigenlijk had willen bijkopen. Alleen omdat het nu op een all-time high staat, wacht ik er nog even af. Kijken wat het aandeel doet. Nog een keer goed nadenken. Kijken naar de laatste kwartaalcijfers. En dan de komende tijd nog in ieder geval wat aandelen hiervan bijkopen. Komen we aan bij Prologis. Daar heb ik 18 aandelen van die op dit moment 1450 euro waard zijn. En ook dit is dan weer een aandeel wat gaat over vastgoed. Alleen dan echt over het logistieke vastgoed. De grote panden, de hele industrieparken eigenlijk die ze beheren. En dit is dus juist iets waar ik in geloof, omdat er heel veel grote online bedrijven heel veel opslag nodig hebben. Het kan Amazon zijn, het kan AliExpress zijn, dat soort dingen. Of gewoon andere bedrijven die gewoon steeds groter worden, omdat e-commerce steeds belangrijk wordt. En juist daarom denk ik dat dit wel een onderdeel is waar ik in geloof. Ik geloof niet per se in het winkelvastgoed, maar wel in de magazijnen achter die winkels of achter die online winkel. En ook voor dit aandeel geldt dat ik regelmatig wat bij wil gaan kopen. Hangt een beetje af van de verhouding die ik aan wil houden tussen het vastgoedgedeelte ten opzichte van de rest van mijn portefeuille. Dus op basis daarvan groeit de rest. Dan zal ik ook af en toe weer wat aandelen bijkopen van of Prologis of Adifica. En daarmee komen we aan bij het laatste aandeel, dat is Tesla. Daar heb ik 30 aandelen van die op dit moment 22.500 euro waard zijn. Ik ben daarmee begonnen een paar jaar geleden. Best wel risicovol, maar ik geloof er wel in. En naarmate ik meer heb gevolgd over het bedrijf, ben ik ook meer bij gaan kopen. En daarom heb ik op dit moment dus 30 aandelen. Op zich komt het aandeel natuurlijk met een hoog risico. Het heeft ermee te maken aan de eerste kant, omdat het een groot gedeelte van mijn portefeuille binnen de Giro is. Het is ongeveer de helft van wat belegd vermogen hier heb. En natuurlijk het aandeel zelf is ook nog wel met een beetje risico. Al denk ik wel dat het risico steeds meer afneemt. Omdat het bedrijf zich steeds meer eigenlijk bewijst. Wat ze hebben gedaan al en wat ze van de toekomst verwachten. Ik denk ook zeker wel de toekomst die zij voor ogen zien. Dat we die kant op gaan. Al is het maar omdat de overheid ons verplicht binnenkort elektrische auto's te kopen. En ik denk als je nu voor een elektrische auto kiest, dat Tesla de beste auto maakt. Het bedrijf heeft dan ook al een flinke groei gezien. Het aandeel staat nu boven de $800. Mijn gemiddelde aankoopprijs ligt rond de $300. Dus daar komt ook de meeste winst die ik heb gemaakt vandaan. Maar ik denk ook zeker dat in de toekomst nog genoeg groei te verwachten is. Het aantal auto's dat ze verkopen zal toenemen omdat ze meer fabrieken bouwen. Het gedeelte wat betreft zelfrijdend zal heel veel geld op gaan leveren als het eenmaal werkt. En ik denk dat ze daar best wel dichtbij zijn. Dus ook, zeker voor de toekomst verwacht ik nog best veel groei in dit aandeel. En uiteindelijk wil ik dan ook mijn positie uitbreiden naar ongeveer 50 aandelen. Ik zit nog een beetje te wachten op de juiste koers. Of er nog een dipje komt, dat weet ik niet. Het is heel erg moeilijk om te bepalen wat nou de juiste koers is. Alleen zal ik toch op een bepaald moment ervoor moeten kiezen om geld erin te stoppen. Omdat ik er echt wel in geloof. En of het dan de juiste koers is geweest, dat zien we achteraf dan wel weer. Dan hebben we het nog niet gehad over de aandelen die ik wil gaan kopen. Maar deze video duurt ook alweer lang genoeg. Dus dat gaan we zeker in een andere video behandelen. Waarschijnlijk zelfs in de video van aanstaande maandag. Dus volgende week. Dan is het weer tijd voor een nieuwe in de serie interessante aandelen, in dat geval van juni. Dus daar gaan we zeker aandelen behandelen die ik misschien binnenkort wel op mijn aankooplijstje ga zetten. Tot zover wil ik in ieder geval bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je de volgende video niet missen, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video te zien.